Jolle. Wat je denkt, doet dat. Ik weet het wel zeker. Goed moeder. Ik heb niks met zijn neus. Ik heb er ook nog eens een beetje bezig. Ik dacht dat niet meer. Heb je verder kijken voorbij? Die heb ik niet bij me. Die heb ik. Ik heb maar ik. Daar heb je nog voor gedaan. En die gewoon bij komen. Ik toch beter dit. Ja, dat nog wel. Ja. Ja, ik kan het zeggen. Oh, I think I'm not.
Daar zijn we vlak bij het punt aangekomen waar vandaag gelanceerd wordt. Hoe ziet dat hier de weg uit? Bij het hokje, dus ongeveer 150 meter hier vandaan, is het lanceerpunt. Dus in tegenstelling tot net daar was het vrijblijvend dat u vingers in uw oren moest stoppen. Dat is hier wel erg aan te bevelen. Dus op het moment dat hij gaat lanceren is dat heel verstandig. U heeft hier ook geen reactietijd. Daar kon u nog zien van, hey, ik zie de lichtflits, ik stop gauw mijn vingers in mijn oren. Als hier iemand oortjes roept, zo meteen stopt ze er gerust in. Maar als het er pas uit is die afgevuurd heeft, ook al duurt dat af en toe wel eens wat langer dan gewoon. Ja. Ik wil u wel verzoeken om deze kant van de weg te blijven. En na enig tijd, als we een stuk of wat lanceringen hebben gezien, dan gaan we aan blok weer terug. Gaan we daarboven weer verder kijken met de rest van de middag. Geniet ervan. Wat? Nee. Oh, ik denk dat het moet plek dicht en dan. Ja, dat ben je hier weer in. Ja, mama.
Ik snap niet dat hij dat nou gewoon niet zelf kan verzinnen. Ja. Hij snapt heel het systeem. Dus. Doe maar wat. Mag ik een keer Stevie op, hè? Een beetje bellen? Ja. Oh, de eerste was de eerste. Nou, laat u niet verrassen. Ik denk dat we even kijken.